had men moeten starten wanneer dat iedereen wist dat men het gesprek moest starten. Dat was namelijk eind 2020. Op dat moment is er een nieuwe regering gevormd en die heeft dat niet willen doen. Die heeft dat op de lange baan geschoven. Ik denk dat de Groenen daar absoluut een treuzeltechniek hebben toegepast om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Zodanig dat je natuurlijk pas overstag bent gegaan wanneer het echt niet anders meer kon. En ga maar eens onderhandelen als de tegenovergestelde partij zegt van dus jullie staan nu met jullie rug tegen de muur en we gaan nu een evenwichtig akkoord maken. Ik geloof daar niet zo heel erg in. En op het moment dat men dat op het juiste moment had gedaan, namelijk in 2020, ja, dan had daar een perfect akkoord kunnen uitkomen waar uiteraard veel meer mogelijkheden waren. En vandaag, we zijn 2023, men is het nog niet eens over de centen. Ja. En, dat maakt me zorgen.